hoort het publiek, want het is een kans voor Mjelde en die scoort. Tijdens de slow motion was er balverlies en Mjelde scoort. En nu is de regie helemaal spoorbijster. Maar Mjelde scoort en dat is op zich verdiend. PSV niet attent op het middenveld. En Mjelde is weg. En maakt het goed af. 1-0 voor Bram Bergen. Ai, 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 ai. En het heeft... Rendezetter. Flow is dit. Rendezetter. Rendezetter en strafschop. Ja, ja, ja. Oi, 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 oi. Cocu met overtreding, ja. Rendezetter liep er doorheen. Flo geeft het paasje, toch een listige spits hoor. Numan is Rendezetter kwijt en Cocu haakt. Gewoon een strafschop. Correcte beslissing van de Luxemburgse scheidsrechter Hamer. Maar Flo doet dit knap. Precies op tijd gegeven. Rendezetter net eerder bij de bal. Ja, een ongelukkige overtreding van Numan. Was net te laat. Haakt. Penalty. Mjelde kan zijn tweede treffer gaan scoren. Poeh. De 4-0 tegen Cercle lijkt geen toevalstreffer. Geen eendagsvlieg. Mjelde scoort. 2-0. Dat is schrikken. Van de Doelen langs de zijlijn aangeslagen. Dat komt er ook nog eens bij. Maar in Bergen is het vooralsnog feest. Want wie had gedacht dat de ploeg tegen het toch grote PSV, de ploeg met naam, met de verdettes, met 2-0 zou voorstaan als er nog maar 35 minuten zijn gespeeld in Bergen. Punten van Mjelde. En hij, de centrale verdediger, zit er doorheen. Maar moet nog even verder. Nog één keer een vrije trap voor PSV. Met Valks. In de blessuretijd. Eikelkamp, Eikelkamp. Cocu, ja! Ja, ja, ja! Een bevrijdende treffer voor PSV in de blessuretijd. Philip Cocu. En wat komt PSV hier dan toch nog redelijk weg. Tjonge, jonge, jonge. Met de moed en wanhoop. Valks, Eikelkamp. En dan Cocu. Raak, 2-1. En dus is er alle kans voor PSV om het in Eindhoven alsnog af te maken. En die afschuwelijke eerste helft te doen vergeten. De tweede helft was beter. Zeker niet denderend. Zeker geen topvorm.